Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe Ups & Down. Niels gaat het kindje fruit geven. Liam die heeft al. Je lekker aan het happen? Lekker hè? Sam en Jordi krijgen hetzelfde. Meloen en appel. En ik ga boven de was doen, want ja, ook dat moet gedaan worden. Ik ben bezig met mijn was. En voor de mensen die zeggen, jullie doen niet luchten, dat doen we wel hoor. Ik heb gewoon het raam openstaan op alle kamers. En straks als de kindjes naar bed zijn en we zijn bezig beneden, dan zetten we ook het raam open. Dus ja, we doen wel degelijk luchten. Deden we al hoor. Maar ja, voor de mensen die dat dadelijk gaan zeggen, we doen wel luchten. Ja. Sowieso heb ik overdag altijd alle roosters openstaan. Dus er wordt sowieso gelucht overdag. Maar goed, ik ben bezig met mijn was. Niels is beneden met de kindjes. En ja, dat. Ik heb nog steeds koppijn. Koppijn gaat maar niet weg. Maar ja, we doen het er maar mee. Ik heb even lekker eitjes gebakken. Sammy zit lekker te peuzelen. Jordi is lekker aan het peuzelen. En Liam ook. Om het genot van een filmpje. Lekker hè. Toch geeft het altijd wel voldoening als je als moeder zijnde voor je kind wel lekker smaakt. En dat ze zo lekker zitten te smullen. En papa doet het zijn leven. En ik denk dat er bij Sam nog wat bij kan, papa. Vind je het lekker? Ja? Vind je het lekker? Goed zo! Mama lekker eten gemaakt, hè? En hebben we daar nog een stoetje suikerbrood. Lekker! Mwah. De kindjes liggen op bed. Ik heb voor ons ook even een eitje gemaakt. Papa is ook lekker aan het eten. En ja, daarna gaan we even opruimen, stofzuigen, dweilen en dan zijn we weer klaar. Niels? Wat zijn nou goede dingen om nu te regelen? VIP. Het is namelijk zo, Niels die kijkt altijd graag Formule 1, zoals de meeste mensen dat wel weten als ze ons volgen. Ik vloek daar altijd op, maar ja, ik gun hem stiekem wel altijd zijn... En dachten. Pleziertje. Nou, dat weet ik nou nog niet of ik daar nog wel zo blij mee ben, maar goed. Dus we hadden het erover van, ja, hij wil daar toch wel weer Formule 1 kijken, maar dat kan niet meer via de Ziggo zelf. Mm-hmm. Dus dan had hij Viaplay voor nodig. Dus ik zeg tegen Niels, ik zeg leuk, maar we moeten ook nog naar andere dingen kijken. En dat betekent dus, dadelijk als boven alles klaar is, we hebben een tv boven hangen die niet gebruikt wordt. Mm-hmm. En we hebben kinderen, en we doen kinderen graag. TV kijken. Dus ik zeg, dan moet er boven ook een tv zijn die iets doet, werkt. Niet dat het voor ons belangrijk is, maar gewoon voor de kindjes. Dus we hebben ook, waar hebben we geregeld? Hoe heet dat ding? Extra tv ontvangen. Ja, dus we krijgen nou voor beneden een nieuwe en voor boven een nieuwe. En dan als we niet zeg maar de Viaplay zouden hebben, dan betaalden we... We betalen nu iets van €75,90. En dan? En nou €69,50. Ja, er komt dan nog wel de Viaplay abonnement erbij. Maar ja, we betalen nu feitelijk minder. Dus dan hoeven we eigenlijk in principe uiteindelijk een tientje extra te betalen. Dan wat we nu betalen. Ja. Dus uiteindelijk zijn we goedkoper uit en we hebben meer waar voor ons geld. Ja, ja, we hebben een ander... zenderpakket gepakt. Ja. Dus dat hebben we dus ook veranderd. Waar hebben we nog meer naar gekeken? Een tablet voor Liam. Omdat hij eigenlijk liever... Hij heeft andere interesses als Jordi. Ja. En dat zal daar met Sam hetzelfde zijn. Maar Sam kijkt nou nog gewoon een beetje mee. Ja. En het is zo dat er nou heel vaak ruzie is van wie wat kijkt. Mm-hmm. En het is niet zo dat wij alle kinderen... apart op een tablet hebben, maar het is wel zo dat het
vaak zo is dat als Jordi iets op de tablet aan het kijken is en oefeningen ondertussen aan tafel aan het doen is, dan moet Liam ook iets kijken. Ja, en Liam wil eigenlijk heel graag allerlei, heel tijd drukken, zeg. Ja, gewoon verschillende dingen. Mm-hmm. Dus we hebben voor een tweede tablet gekeken. Die hebben we ook besteld. Niet zo'n hele dure hoor. We waren 138 euro kwijt. Mm-hmm. Dus daar hebben we nou dan ja, en een geregeld. Hoesje. En een hoesje. Voor allebei een nieuw hoesje. Kinderhoesje. Dus daar hebben we naar gekeken. En we willen dadelijk, als alles boven klaar is en de kamers een heel eind allemaal geregeld zijn, willen we voor Jordi een snoezelhoek maken op zijn slaapkamer. Van het oude bed van Sam. Ja, dus daar hebben we ook al naar zitten kijken. We hebben daar nog niks voor besteld. Maar we hebben wel al naar zitten kijken en ideeën op zitten doen wat we willen. Dus ja, daar gaan we jullie natuurlijk in meenemen. Maar ja, we zijn wel bezig geweest om bepaalde dingen te regelen. Mm-hmm. Ja, en we hebben ook nog... Ja, kijk, Liam en Sam zijn natuurlijk binnenkort jarig. Maar we hebben de cadeautjes al voor hun. Maar we hadden ook nog... Van Sinterklaas een cadeaukaart gekregen. Ja, dus daar hebben we ook nog voor gekeken. We hebben voor Jordi, Liam en Sam... hebben we... Een ballenspuger. Die hebben we al. Maar deze wilde ik heel graag hebben. Omdat Jordi daar ook heel veel mee deed toen. Mm. Dus... Ja, die was kapot gegaan. Toch? Ja, ja, en die was toen nergens meer te krijgen. Dus nu hebben we hem weer gevonden. Dus we hebben deze besteld. We hebben een kruipbeer voor Sam besteld. Mm-hmm. Want Sam doet niet kruipen, maar tijgeren. In de hoop dat Sam dan beter kruipt. En we hebben voor Jordi nog een brandweerauto. Als hij maar tatu doet, dan is het goed. Dus ja, we willen Jordi ook aan ander speelgoed blootstellen. Mm-hmm. In principe, zodat hij daar mee om leert gaan. Dus daar zijn we ook mee bezig. En ja, we moeten iets te doen hebben in de lockdown, hè? Precies, dus daar zijn we mee bezig geweest. En ja... Nu gaan we de zaak nog een beetje opruimen. We hadden al wel wat opgeruimd. En de kindjes zullen wel weer wakker worden. Dus ja, dat is wat we geregeld hebben. Mm-hmm. En we hebben natuurlijk veel gebabbeld over wat we willen boven. En hoe, mm-hmm. en wie, en wat, en waar. Dus. Wie is er wakker? Alle drie. We zitten lekker, ze hebben alle drie al gedronken. We zitten aan de chippies. Sam eet een half chipje op en laat de rest vallen. Mm-hmm. Zijn ze zo goed in, hè? Rommel maken. Gezellig! Hey, Liam. Liam. Hey, baby. Hi. Hey. Wat is Sammy aan het doen? Zit Sammy te lachen? Ja. De kindjes liggen in bed. Sam die is niet lekker. Die heeft denk ik ook gewoon corona nu. En Jordi hebben we geholpen. Die heeft een flinke poepluier gemaakt met onze hulp. Ik zelf heb ook weer verhoging. Hoofdpijn en keelpijn. En, nou, in ieder geval, het houdt niet op momenteel. Het is zoals het is. We hebben er niks over te zeggen wat dat betreft. Gewoon uitzieken. Maar waar ik wel eventjes over wil hebben is... Ik heb nu al een paar keer heb ik al de vraag en de reactie gehad van... Liam praat niet. Nou, Liam praat wel. Alleen Liam vertikt het om op camera iets te zeggen. Liam zegt mama, papa, Jordi... ja, nee, hoi, zoveel meer wat hij nog zegt, wat ik nou niet benoem. Op het KDV doet hij dat ook gewoon. En ja,
dat jullie dat niet op camera zien, wil niet altijd zeggen dat dat ook daadwerkelijk niet zo is. Ja, hij brabbelt veel, maar hij kan ook woordjes zeggen. Ik heb het ook met de pedagogisch medewerkster over gehad, omdat ik dacht van, hè, we hebben hier niet het juiste voorbeeld. Jordi in dit geval, die niet praat. Is er iets wat ik moet doen of wat dan ook? En hun hebben mij gerustgesteld en gezegd dat het met 2,5 à 3 jaar pas naar gekeken hoeft te gaan worden. En dat er dan pas iets mee gedaan hoeft te gaan worden. Tot die tijd heeft hij gewoon ruim de tijd om zich te ontwikkelen. Dus bij deze, als jullie denken van Jordi of Liam praat niet, dan, ja, dat klopt niet. Hij vertikt het gewoon om het op camera te doen. Dus dat wil niet zeggen dat hij het daadwerkelijk niet doet. Hij verstaat mij en Niels en het KDV. En als je iets tegen hem zegt, begrijpt hij je gewoon voor de volle 1000%. Dus hij weet echt wel wat woordjes betekenen. Maar dat hij het niet op camera doet, dat wil niet zeggen dat het ook daadwerkelijk niet zo is. Ik heb gewoon een heel eigenwijs kind die dat niet in het openbaar wil doen. Dus ja, dat zijn nou eenmaal kinderen. En daar kan ik gaan dwingen of ik kan het gaan proberen. Wat ik wel eens doe. Maar als hij het niet doet, dan doet hij het niet. En voor de rest, ja, ik kan daar vrij weinig anders over zeggen dan dit. Er zijn genoeg mensen betrokken binnen ons gezin. Die daar oordelen over kunnen en ons daarmee kunnen helpen. Maar vooralsnog is dat volstrekt onnodig. Dus vandaar dat ik misschien nu een heel bot antwoord geef, meen ik niet op die manier. Maar dat is wel een antwoord zoals ik hem het beste kan geven. Dus bij deze, Jordi die praat inderdaad nog steeds niet, mocht daar de vraag over komen. Jordi die heeft niet de capaciteit om te kunnen praten momenteel. Jordi begrijpt ons wel volledig, begrijpt zijn juffen volledig. Dus ja, dat. Dus ja, Liam praat dus wel, maar niet op camera. Dat doet hij gewoon niet. Daar kan ik hem ook niet in dwingen. Goedemorgen. We hebben de kindjes al aangekleed. En ze hebben de flessen al gehad. Niels die gaat vandaag boven klussen in de ochtend. Want ja, dat moet ook nog gebeuren. En we kunnen hier wel op de bank blijven zitten. Maar eerlijk is eerlijk, voel ik mijn eigen normaal zo, zoals ik me nu zou voelen, dan zou ik ook van alles doen. Het is dat het de stempel corona heeft. Maar ja, oké, ik heb hoofdpijn. Maar ik heb nog steeds 3 kinderen om voor te zorgen. Nou, Niels denkt net zo. Dus die is boven nou dadelijk aan de gang. We weten ook al dat hij in principe woensdag weer moet gaan werken. Dus ja, laten we van deze tijd gebruik maken om op zolder verder te klooien. Als je een echte Brabander bent, Limburg volgens mij ook, Zeeland weet ik niet. Maar als je echte Brabander bent, heb je altijd worstenbroodjes in huis. Tenminste, regelmatig. Nu ook hebben we ook worstenbroodjes. Kindje krijgt dadelijk een worstenbroodje en dan doen Niels en ik eten als de kindjes op bed liggen. Wij eten natuurlijk ook worstenbroodje. En ja, die ga ik zo voor de kindjes even afbakken. Dus ja, lekker. Jordi heeft het goed bekeken. Die laat gewoon Sam dit aanzetten, zodat hij het deuntje hoort. En als hij het zat heeft, pakt hij hem weer. We zijn lekker worstenbroodjes aan het eten. Hij mag drinken. Ja, worstenbroodjes eten. Liam die heeft eerst de worst op. En dan gaat hij dadelijk verder met de brood. Sammy is lekker aan het happen. Jordi is lekker aan het happen.
En als Niels thuis is, dan gaat het meestal zo. Dan doet Niels meestal het brood. En dan ga ik ondertussen meestal flessen maken. Liam die wil nooit gewone melk, dus die krijgt Ranja tussen de middag. Sam die krijgt dadelijk nog een fles. Dus ik ga deze maken. Lekker te puzzelen. Dus die staat al klaar voor Sam. Hé joh, die krijgt altijd gewoon half volle melk, iets verwarmd. Even een nieuwe pak gepakt. En hoeveel krijgt Jordi? Ja, dat is eigenlijk natte vingerwerk, want ik schud er gewoon bij in. En dan kijk maar wat hij opdrinkt. En Jordi krijgt er altijd tussen de middag vitamine D bij. Meestal drinkt hij deze fles ook op. Dus vandaar dat ik hier gewoon vitamine D in durf te doen. Een ander flesje erin. Ja. Ik heb een pakketje binnengekregen. Dus die staan al klaar. Ik ben al klaar met eten. Liam die is nog aan het eten. Jordi is nog een beetje aan het eten. We hadden kip had ik in de oven gemaakt. En hier is er een groot monster. Als er kip in het geding komt. Vooral kippenbout of kippenpoten. Ja, precies. Jij, ja. Als hij kip aan het eten is en je komt aan zijn kip of je wil een stukje kip pakken of wat dan ook. Dan kan die vals worden, jongen. Vals! Dus bij deze, als hij jullie ooit ziet of jullie komen hem ooit tegen en je ziet hem met kip in zijn handen. Blijf uit de buurt. Uit de buurt blijven. Niet bij in de buurt komen, niet benaderen. Want hij is gevaarlijk als hij kip aan het eten is. Ik meen het oprecht. Ik heb wel eens gehad dat ik hier gewoon een heel schaal met kippenpootjes of wat dan ook had liggen. En dan wilde ik nog een stukje kip pakken. En nou, echt dat gezicht. Oh, dat gezicht. Alsof hij me ging vermoorden. Zo keek hij. Maar ik leef nog steeds, dus ja, hè, wil wel wat zeggen. Maar toch, iemand die vreemd is en die ziet Niels met kip. En ja, die wil. Kan ik geen kip meer eten. Nee, precies. Maar als iemand vreemd is en iemand ziet hem ooit met kip, kijk uit. Stap weg, kom niet in de buurt, benader hem niet, zeg nog geen hoi, want je krijgt echt een grom naar je toe. Zijn mama schoon? Ja, mijn kindje ligt op bed. Jordi slaapt nog niet. Dat is wel volgens mij. Ja, maar wat we nog niet hadden gezegd is, Jordi die heeft prut uit zijn oor, die heeft oorontsteking, het ruikt ook hartstikke muf. Mm-hmm. Dus ik heb straks de huisartsenpost gebeld en daar hebben ze oordruppels voor geschreven. Ja. Dus die heeft iemand gehaald voor ons en ja, die heeft hij nu. Dus dat. Ja. Dus dat is weer geregeld. En ja, hij krijgt dus nu oordruppels. Ik kan het wel door de arts laten controleren. Ik heb het ook overlegd met hun nog. Maar ja, het is gewoon een simpele oorontsteking tot nu toe. Hij heeft geen koorts of wat dan ook. Als hij koorts zou krijgen, zou ik me eigenlijk hele grote zorgen maken. Maar dat heeft hij nog steeds niet. Dus ja, ik maak me eigenlijk niet 1, 2, 3 zorgen. Plus hij heeft natuurlijk buisjes. En wanneer we uit de quarantaine zijn, dan laat het even controleren. Hebben we afgesproken. Mm-hmm. Dus ja,
Ik heb ook gewoon gezegd van, ja, hij hoeft niet gecontroleerd te worden. Het is gewoon een flinke oorontsteking. Ik heb ook uitgelegd aan de arts zelf waarom dat ik denk dat het een oorontsteking is. En de arts zei eigenlijk gelijk van, nou, weet je wat, ik schrijf het gewoon voor. Want ik hoor dat je er ervaring mee hebt en dat je het weet hoe en wat. Dus ja, alles geregeld. Ik heb hier ook alles al opgeruimd. Gestofzuigd even. Dus de avond kan voor ons beginnen en het is nog geen 9 uur. We doen iets goeds, Niels. Ja, en dan zit je lekker op de bank en dan denk je... Weg, Joef. Nee, weg. Ik denk dan niet, kom lekker bij me, Joef. Nee, ik denk dan... Yummy, yummy. Dus we gaan lekker snacken. Misschien een filmpje kijken. Ja. Gaan we doen. En goedemorgen. Goedemorgen. Mama is ook ontwaakt. Ja, ik ben ook ontwaakt. Ik ben vannacht nog bezig geweest met Sam. En jij gaat boven klussen. Ja. En jij gaat politieagent spelen. Het wordt vandaag ook echt een zondag voor mij. Ik hou de kinderen lekker in een pyjama. Ik heb geen zin. Jullie vroegen je eigen af wat Niels af en toe aan het doen is boven. Nou dit. Het is een mannetje geworden. Kindje hebben we het fruit gegeven. Lukt het? Ja. Okay. Nou, dat is dus Niels die boven bezig is. En ik ga dadelijk lekker punch maken voor iedereen hier. Ze hebben allemaal al fruit op. Dat is Sam. Liam die zit daar. Ik moet nog de luiers opruimen. Dat ga ik even doen. Voordat ik begin, ruim ik even op. En dan... maak ik alles even weer klaar. Jordi gooit speelgoed op de grond. Dus ja, dat. Papa is naar beneden gekomen. En dan gaan we lekker eten. Smakelijk! Smakelijk eten. Zeg maar, haar mama al je mond. Ik eet al. En Sammy krijgt ook. Zou jij een gezuintje? Ik weet niet of hij nog te heet is. Ja. Ik ben geen zuster. Ik doe als lekker happen. Juist, ja. Wat hebben we gedaan? Kindje in bed gewerkt. Mama heeft eten voorbereid. En opgeruimd. En papa heeft even stofzuigd en gedweld. Yes. Teamwork. Nou kunnen we bankzaken en beleggingen doen. Kindje ligt op bed. Jordi is nog wel wakker. Ja. Die moet zelf maar uitzoeken of hij gaat slapen of niet. Ja, die is gewoon, die ligt ook voornamelijk in bed voor de ontprikkeling. Gewoon. Ja, rust. Rust. Dus ja, we eten hutspot. Daar heb ik even opgezet. En nu is de vloer aan het drogen en gaan wij tv kijken. Totdat de kindjes wakker zijn en dan ga ik weer aan de boom. Yes. Alles is weer wakker. Jordi ook. Jordi hebben ook gedruppeld net. Jordi, kijk eens. Mama heeft hier koekjes, hè? Hier zo. Ja. Doen we deze ook hier neerleggen. Zie je? Dan ga je lekker naar je hoekje toe. Dan kun je lekker snoepen. Kijk. Hier. Zo. Niels die is boven bezig. En Joef zit even in de bench. Niels die is boven even een uurtje aan de gang. En dan, ja. Als hij naar beneden komt, dan kan ik het eten af gaan maken. We eten vandaag hutspot. Ik heb het al klaarstaan. Dus ja, al met al een beetje rustig en relaxed vandaag.
Mits de kinderen meewerken natuurlijk, maar tot nu toe gaat dat goed. We zijn dit dus aan het kijken. Nou, ze zijn allemaal klaar voor bed hoor. Jordi die moet even zo liggen, want die heeft net druppels gehad. Die krijgt dadelijk ook zijn pyjama aan. Maar hier en daar zijn we klaar voor bedje. Nou, het is nou zondag. We hebben Sam nog niet gehoord. Nee, we hadden al een paar avonden dat we Sam continu hoorden. Mm-hmm. Maar die hebben we nog niet gehoord. Maar alles ligt wel al op bed. Ik hoop ook te slapen. Dan ga ik ze even controleren. Ja, ik heb al geëdit. En wij gaan alleen nog maar op bank hangen en verder niks. Ga ik slapen. Dus we gaan deze ups en downs afsluiten. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Tot de volgende.